Goed, dames en heren, van harte welkom bij Osteoporose en de kracht van goede voeding. Dit webinar duurt 1,5 uur en we hebben een aantal interessante gastsprekers uitgenodigd. Vragen kunnen jullie stellen via de chat. En aan het eind van alle presentaties worden de vragen gesteld aan de gastsprekers. Vragen die niet gesteld zijn, waar we niet aan toe zijn gekomen, daar wordt een document van gemaakt. En dat document, die vragen en antwoorden, vind je aan het eind van deze maand, rond eind september, op de website van de Osteoporosevereniging. Goed, we hebben afgesproken samen dat we elkaar toetwaaieren. En dat doen we ook met de gastsprekers. De opening, het programma ziet er zo uit. Opening zal Hendrien Witte verzorgen, zij is directeur van de vereniging. Daarna neemt Harry van den Broek, voorzitter van de vereniging, het over voor een inleiding over het onderwerp. Vervolgens de presentatie van Ellen van den Heuvel en de presentatie van Miranda Koenjaerts. En zoals ik zei, tussen alle gastsprekers in is er gelegenheid voor Hendrien om de vragen die de deelnemers in de chat hebben gesteld voor te leggen aan de gastsprekers. Dus zet de chat alvast open en zorg ervoor dat als je een vraag hebt, dat je die gewoon in de chat stelt. Goed, dan is het nu tijd om Hendrien te introduceren. Hendrien Witte, directeur, zet je camera aan. Ja, goedenavond Hendrien. Goedenavond allemaal. Fijn dat we er weer met zoveel mensen zijn. Zeker, ik zie nu 164 mensen op de teller staan. Misschien druppelen er nog een aantal binnen. Maar Hendrien, jij hebt een presentatie voorbereid. Een korte, ja. Ga je gang. Dankjewel. Ja, omdat we toch iedere keer zien dat van deze deelnemers aan dit webinar, aan deze webinars, toch veel mensen zijn die geen lid zijn van onze vereniging, vinden we het toch wel heel prettig om heel kort iets te vertellen over wat wij doen. En eigenlijk wat wij als vereniging het allerbelangrijkste vinden is dat we mensen met osteoporose, mensen met botontkalking of osteopenie informeren, inspireren en motiveren om hun botten zo gezond mogelijk te houden en zo goed mogelijk te kunnen leven met het feit dat ze osteoporose hebben. Er zijn in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die het hebben en 1,5 jaar geleden waren we nog kleiner dan we nu zijn, maar we zijn gelukkig sterk groeiende en dat is heel belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen. Zo hebben we op dit moment 1500 leden en ruim 4000 nieuwsbrieflezers. Nou ja, hoe werken wij nou? Eigenlijk werken we volledig met vrijwilligers met een klein stukje inhuur. We hebben bijvoorbeeld een redacteur voor ons blad. Mijn persoontje wordt voor een aantal uren ingehuurd. Het bestuur bestaat uit 4 vrijwilligers. We hebben op dit moment 16 vrijwilligers die op allerlei vlakken aan de slag zijn. En waar er veel zijn die in het vragenteam zitten en dus vragen van mensen, hetzij per telefoon, hetzij op de mail, beantwoorden. We werken natuurlijk altijd vanuit de behoeften van mensen met osteoporose. Tegen de dingen die zij aanlopen, die zij belangrijk vinden, dat is de basis van ons werk. En dat vertalen we naar zorg, ondersteuning en preventie. En natuurlijk werken we heel goed samen in het veld. Ja, en wat doen we dan? Nou, we zien dat een heel groot deel van ons bestaat uit onderling contact. Het vragenteam, ervaringsverhalen delen, zowel fysiek als online. We hebben natuurlijk ons blad en we doen aan belangenbehartiging. Ik heb een aantal voorbeelden op deze sheet staan. Maar een heel prangend voorbeeld, en zeker in het kader van dit webinar, waar het gaat over voeding en supplementen. Er speelt op dit moment een conceptadvies van het Zorginstituut, die adviseert de minister of bepaalde dingen in de verzekerde zorg moeten blijven. En nu gaat het over vitamine D en calcium en vitamine D. Moet het uit het pakket of niet? Gaat vaak natuurlijk bij de overheid om kostenbesparing, maar wij vinden het heel onverstandig. Mocht u nou uw invloed willen uitoefenen, dan kunt u via onze website een vragenlijst invullen. Dat hebben op dit moment al bijna 520 mensen gedaan. En uw mening kunnen we zo meenemen als wij vertellen wat voor mensen met osteoporose belangrijk zijn. Dit is even kort over wat wij doen. Ik geef gewoon snel het woord weer terug aan Karin, want het gaat uiteindelijk vandaag over de inhoud van voeding en de kracht van goede voeding. Ik wens u een hele fijne avond. Dankjewel, Hendrien.
Dankjewel voor de toelichting op dit onderwerp. Nou wil ik graag Harry van den Broek, voorzitter van de vereniging, uitnodigen voor het doen van de inleiding in dit onderwerp. Harry, jij hebt ook een presentatie voorbereid en die wil je graag delen. Ga je gang. Kijk, daar zijn we. Goedenavond. Osteoporose, een chronische aandoening. Maar wat betekent dat eigenlijk? En daar hebben mensen allerlei wisselende berichten over. En nou werkt de andere niet. Dit zegt het RIVM ervan. Er staan veel woorden op. Maar ik kan het ook kort samenvatten. Het gaat niet over. Je kunt er wel veel aan doen, maar het gaat niet over. En dat betekent dat zwakke botten, die heb je gewoon de rest van je leven. En daar hebben we dit plaatje eigenlijk bij gedacht. Als je de rest van je leven zwakke botten hebt, dan kun je maar beter zelf de regie in handen nemen om er het beste van te maken. Want, ik heb een aantal argumenten op een rijtje gezet, het gaat om jou, in dit plaatje ik. En hier staan de belangrijkste redenen. Want het gaat om jou, hoe jij de rest van je leven invult en hoe je er het beste van maakt. En dat valt over het algemeen nog niet mee, maar we helpen je daarin om de juiste informatie naar je toe te brengen. Als je af en toe in de pers kijkt, dan is het allemaal heel simpel, want je moet gewoon veel wijn drinken en noten eten en dan gaat het over. Maar we gaan je uitleggen dat dit soort onzin toch heel veel mensen op het verkeerde been zet. En, maar journalisten die hebben er een handje van om halve waarheden naar voren te brengen. Even in algemene zin. Dit is de vereenvoudigde opbouw van je botmassa. Op de onderste schaal staat je leeftijd. En de botmassa zit in de andere as. Je bouwt je botten op tot het einde van je puberteit. Hier staat ongeveer 25. Dan stabiliseert zich dat. En het zal ook nooit meer worden dan dat. Hè? Dus voor jongeren is het heel belangrijk om die botopbouw te maximaliseren. En dan begint het langzaam af te nemen. En als je dan pech hebt, dan gaat het wat sneller dan je verwacht. Maar er is één goed nieuws bij. De hellingshoek waarmee die botmassa afneemt, kun je sturen. Op enig moment krijg je een diagnose en dan zeggen ze je hebt osteoporose. Je krijgt een T-score mee en dat betekent hoe ver je eigen botmassa afwijkt van het gemiddelde. En als je niets doet, dan gaat keurig jouw botmassa de stippenlijn volgen. En op enig moment is lijden dan in last. Dan beginnen de fracturen te komen. Maar we gaan je helpen met het bouwen van een persoonlijk plan. En met dat persoonlijk plan kun je de hellingshoek van die afname behoorlijk beïnvloeden. Dat is geen eenvoudige opgave, maar het is wel iets waarmee je goed aan de slag kunt. Het gaat over een langere periode. Dus zelfs als je in staat bent om 20 jaar lang een 0,5% botmassa niet te verliezen, heb je op het einde van die 20 jaar toch mooi 10% meer. En dat is het verschil tussen je loopt gezellig op het tennisveld of je loopt achter de rollator. Het zijn hele kleine verschillen en je maakt zelf eigenlijk het verschil. Iedereen is het erover eens, alle wetenschappers, dat het beste wat je kunt doen met zwakke botten uit 3 onderdelen bestaat. En die 3 onderdelen zijn in deze volgorde: je botten belasten en bewegen. En als je je botten belast en beweegt, dan denken ze, hey, ik moet sterker worden. En als je dan zorgt voor de juiste voedingsstoffen in je lichaam, dan kunnen die botten ook sterker worden. Om dat hele proces te helpen, is er medicatie. En deze 3 onderdelen bij elkaar vormen de therapie van mensen met zwakke botten. En je hebt ze ook alle 3 nodig. Ze versterken elkaar. En ik noem dat dan altijd oneerbiedig de heilige 3-eenheid. Deze 3 elementen maken deel uit van je dagelijks leven voor de rest van je leven.
Wat we echter vaststellen is dat in de praktijk deze boodschap niet altijd even helder overkomt. Wij meten dat, wij vragen aan mensen, God, je hebt nou een diagnose osteoporose gekregen, je hebt een verhaal gehad van de huisarts of van het ziekenhuis, en wat is er nu blijven hangen? En wat we dan in 80% van de gevallen horen is, mensen die zeggen, nou ik heb osteoporose en daar heb ik een pilletje voor gekregen. En ik moet nog iets met calcium en vitamine D doen. En daar heb ik nog een ander pilletje voor gekregen. En ik moet veel buiten lopen. Maar ja, dat zegt die dokter altijd. Dus we merken dat bij heel veel mensen, die staan eigenlijk op het verkeerde been op het moment dat ze de spreekkamer verlaten. En dan hebben wij als vereniging het verschrikkelijk druk om die driehoek weer terug te draaien naar de volgorde die eigenlijk van toepassing is. Deze die kon ik niet nalaten om mee te nemen in het hele verhaal. En dat is de inleiding tot het volgende plaatje. Want die huisarts heeft natuurlijk heel veel verstand van medicatie, van het stellen van de diagnose en ook die specialist. Maar de drie onderdelen hebben ieder zijn eigen vakgebied. Vandaar dat wij ook verschillende webinars over de verschillende onderdelen hebben. Waarvan die over voeding die we vanavond hebben wel de meest complexe is. Want waar haal je je informatie over bewegen? Nou, die haal je bij een fysiotherapeut, een oefentherapeut, een ergotherapeut. Die heeft verstand van bewegen en je botten belasten. Waar haal je informatie over de juiste voeding die botten helpen om sterker te worden? En met medicatie kun je met je arts overleg hebben. Dus je bent zelf aan zet en je zult over alle drie de onderwerpen op drie verschillende plekken je informatie moeten halen en vervolgens zelf aan de slag gaan. Vanavond gaat het over voeding. Wij baseren ons eigenlijk altijd op wetenschappelijke bewijsvoering. Het voedingscentrum is een van de belangrijkste gremia in Nederland waar die gegevens worden vastgehouden. En rond osteoporose zal dat met name gaan over de volgende stoffen. En dadelijk krijgt u een heel helder beeld over wat die verschillende stoffen zal zijn. Maar ik geef in ieder geval één ding zeker mee. Wij horen dat dikwijls terug uit mensen uit het vragenteam. Is, hou je aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden? Ofwel, genoeg is genoeg. Je krijgt geen sterke botten door de hele dag kalktabletjes te eten of door krijtjes te eten. Het is de optelsom van goed bewegen, de juiste voeding, gevarieerd en wel, en je medicatie. En die optelsom die gaat het voor je doen. Dat betekent een verandering van je leven. En een verandering van je leven, dat heeft met voeding te maken, heeft met bewegen te maken, maar het heeft invloed op eigenlijk je hele proces. En hier staan alle vlakken in beeld. Waarvan wij denken dat die van invloed zijn op de rest van je leven. Het middelste plaatje is door onze stylisten netjes geel gemaakt. En de mensen die ons tijdschrift Bot en Balans voorbij zien komen, die herkennen alle kleurtjes. Want in ons tijdschrift Bot en Balans zullen al deze onderwerpen met de juiste kleurinformatie weer voorbij komen. Als laatste, maar dat zijn eigenlijk open deuren. Roken vernielt je botten in hoge snelheid. Dus dat moet je vooral zelf weten. Maar dan helpt het allemaal niet. En te veel alcohol is ook zo'n oplosser van botmassa. Dus heel voorzichtig. Maar nu gaan we naar de feiten en de echte experts. En dit was het einde van mijn verhaal. Dankjewel, Harry. Hendrien. Was ik een beetje op tijd? Ja, nou ja, best op tijd. Ging hartstikke goed. Hendrien, er zijn pas wat vragen voor Harry. Ga je gang, Hendrien. Er is een vraag die is helemaal in het begin gesteld, maar die bewaar ik toch echt even, denk ik, zometeen voor Ellen. Het gaat namelijk over het effect van bijvoorbeeld vitamine D op je botkwaliteit. Harry, wat er ook nog een vraag is, of eigenlijk een opmerking is, iemand zegt van ja, de PA ouderenzorg zou belangrijk kunnen zijn in de huisartsenzorg. Kun je heel kort antwoorden over de ontwikkeling van osteoporose en chronische zorg? Want dat is misschien wel interessant.
Nou, wij strijden er al lang voor om meer aandacht te krijgen voor osteoporose. Vooral voor de drie elementen. En in de diverse ziekenhuizen zijn de osteoporose verpleegkundigen een beetje de spil in het web. En in de huisartsenomgeving is een POH per definitie een persoon die enorm kan helpen om de drie elementen van die therapie met elkaar te verbinden. En wij werken er hard aan om dat voor elkaar te krijgen. Ja, in de zorg komt alles tegenwoordig bij de huisarts terecht. Dus wat dat betreft is het een beetje vechten voor aandacht. Ja, nou ja, gelukkig wordt dadelijk osteoporose als chronische ziekte herkend in de nieuwe richtlijn. Dus we zijn misschien weer een stapje verder om die praktijkondersteuner een goede plek te geven. Dat was het voor nu. Karin, jij nog weer. Ja. Ik ben er weer. Dankjewel, Harry nogmaals en ook Hendrien. Hendrien, we zien jou zo dadelijk terug als je de vragen aan onze volgende gastspreker stelt. En onze volgende gastspreker, dat is dokter-ingenieur Ellen van de Heuvel. Ellen heeft ruim 20 jaar ervaring als wetenschapper voeding en gezondheid. En momenteel werkt ze bij Skelta Mushrooms en is onlangs ook voor zichzelf begonnen. Ellen gaat ons van alles vertellen over goede voeding en supplementen bij osteoporose en dan de wetenschappelijke kant. Ellen, je camera staat al aan. Je hebt ook een PowerPoint om te delen. Ga je gang. Ja, dankjewel. Oh ja, en je had gevraagd of ik in beeld wil blijven, want je vindt het fijn om in ieder geval een beetje publiek te zien. Dus dat doe ik ook. De deelnemers weten dus nu de reden waarom ik in beeld blijf. Ga je gang. Ja, prima. Eerst even wil ik bedanken, want ik vind het ontzettend leuk om hier een verhaal te houden bij de Osteoporose Vereniging. Ik zit jaren in dit onderwerp. Ik ben een voedingswetenschapper en dat ga ik nu eigenlijk delen, als het goed is. Nou, wie ben ik? Ik ben Ellen. Ik ben getrouwd en ik woon momenteel in Eindhoven. En we wonen samen met onze hond, Guinness. Ja, dat is te mooi om niet te laten zien. Ik heb een aantal studies gedaan. Ik ben begonnen op de HBO, diëtetiek. Daarna heb ik Wageningen Universiteit gedaan. En daarna ben ik gepromoveerd op voeding en gezondheid. De humane fysiologie, zeg maar. Ook heb ik een master gedaan in epidemiologie. En epidemiologie is eigenlijk dat je kijkt naar relaties tussen voeding, dus vitamine K en vitamine D, en gezondheid bijvoorbeeld. Dat zijn meer populatiestudies. Nou, zoals Karen al zei, ik werk bij Skelta Mushrooms in Venlo. En ik heb sinds kort, heel kort eigenlijk, een eigen bedrijfje en dat heet Ellen Nutri Research. Nou, ik werk eigenlijk al jaren op dit onderwerp, dus ik vind het superleuk om dit te delen. Er is natuurlijk ontzettend veel bekend over voeding in het algemeen. Er wordt op allerlei media wordt dat gepresenteerd. Omdat ik een wetenschapper ben, wil ik eigenlijk hier aangeven van wat zegt nou eigenlijk de wetenschap. En wat is dan de wetenschap? Hoe kun je nou zeggen van wat is nou hoog wetenschappelijk bewijs? Dus daar ga ik eerst even wat over vertellen. Dan wil ik wat vertellen over de algemene informatie over botten. Nou, Harry heeft het al aangetipt, ik wil er nog een beetje mee doorgaan. Welke voedingsstoffen zijn belangrijk voor de botten en hoe werken ze dan samen? Dan kom ik op de voedingsproducten logischerwijs en dan neem ik er twee voedingsgroepen uit eigenlijk. Dat is de zuivel en groente en fruit. En dan uiteindelijk kom ik op de voeding. Harry zei het al, de volwaardige voeding is natuurlijk goed voor onze botten. Maar wat is nou volwaardig? En er zijn ook wel wat vragen soms over zuurbaasevenwicht. Hoe voeding een effect heeft op het zuurbaasevenwicht in ons lichaam. Daar kom ik ook op terug. Oké, nu eerst het wetenschappelijk bewijs. Nou, jullie zien hier allemaal een piramide. Onderin zijn de aantallen van deze documenten zijn heel groot. Maar het bewijs is eigenlijk heel zwak. Bovenin zijn de aantallen veel minder en het bewijs is heel sterk.
Nou, even tussendoor, wat zien we dan eigenlijk? Nou, in vitro studies zijn eigenlijk celstudies, dierstudies. Deze twee zijn altijd heel moeilijk te vertalen naar wat doet het nou in de mens. Dan heb je de populatiestudies, waar ik net ook al naar refereerde. En daar heb je ook weer wat gradaties in. De cohortstudies zijn daar het meest krachtiger in. Omdat nou, in het geval van osteoporose kijken ze bijvoorbeeld naar voeding en het aantal fracturen over de tijd. Wat is de relatie daartussen? Dan heb je de RCT's, de gerandomiseerde gecontroleerde studies. Dit zijn eigenlijk de interventiestudies. En gerandomiseerd betekent, en gecontroleerd betekent, je geeft een testproduct, bijvoorbeeld een kaas met een vitamine D, en een controleproduct, een kaas zonder vitamine D. En die producten worden bij toeval toegekend aan bepaalde proefpersonen. Dus alles is toeval. Dat zijn eigenlijk de beste interventiestudies die er zijn. Nou, en bovenop zie je met de sterkste bewijskracht. Dat zijn de systematische reviews, dus overzichtsverhalen en de meta-analyses. Nou, waarom zijn deze nou zo sterk? Omdat in het overzichtsverhaal is het de bedoeling dat het transparant is. Dus je kunt precies volgen waarom de studies zijn ingesloten. Dat is namelijk een mix van de RCT's en de cohortstudies. Dat zijn de beste systematische reviews. Bovendien is het volledig. Dat betekent dat we niet de krenten uit de pap halen. Maar we pakken echt alle RCT's die op dat onderwerp beschikbaar zijn. En bovendien is het reproduceerbaar. Dus stel dat je het wil herhalen, dan zou je dat helemaal kunnen herhalen op basis van de beschrijving. Een meta-analyse betekent eigenlijk dat je, nadat je alle studies hebt samengevat, dat je bijvoorbeeld de botmassa uit al die RCT's, al die interventiestudies samenpakt en middelt. En waardoor je eigenlijk een hele grote power hebt, een grote bewijskracht. En de betrouwbaarheid van, van het resultaat is eigenlijk veel groter. Nou, deze piramide komt eigenlijk in de rest van de presentaties terug. En dan geef ik aan waar we zitten op de piramide. Hoe hoog is de bewijsmast? Dan wat algemene informatie over de botten. Heel vaak wordt tegen mij gezegd, ja, botten, dat is toch een dood weefsel? Nou, dat is dus niet zo. Want elke 10 tot 12 jaar wordt ons hele skelet vervangen. En dat komt omdat er continu afbraak en opbouw plaatsvindt, zoals Harry net ook al zei. En hier zie je hetzelfde plaatje eigenlijk. In het begin van de jaren is de vorming groter dan de afbraak. En bij een ouder wordende leeftijd is de afbraak groter dan de vorming. Nou, en voeding en beweging kan daar iets mee doen. Dus de piekbotmassa, de hoogste massa die je kunt bereiken in je leven, kun je beïnvloeden door de vorming extra te stimuleren. En beweging en voeding heeft ook een effect op het verlies. Dus het tegengaan van het verlies van botten. Voeding beweging zijn niet alleen belangrijk voor de bot, maar ook voor de spieren. En eigenlijk zijn die beide weefsels zijn belangrijk om fractuurrisico tegen te gaan. Want spieren, goede spieren, zorgen dat je minder snel valt, bijvoorbeeld. Dus, en bovendien werken ze ook heel erg samen in het lichaam. De beweging hebben jullie eigenlijk al zo over gehoord, begreep ik. En nu gaan we het dus hebben over de voeding. Volgens mij hebben we dan nu een vraag voor de deelnemers, Ellen. Klopt dat? Ja, helemaal goed, Karin. Want waarvoor dienen onze botten? We hebben daarvoor een poll. En de poll is nu in beeld. Deelnemers, jullie kunnen antwoorden en vergeet niet op submit te klikken. Dan sturen jullie het antwoord in. En Ellen en ik zien nu al de reacties binnenkomen. Dat gaat hard. Ik zie dat bijna 50% nu heeft gereageerd. Ja.
En dat wil het. Ook interessant te antwoorden. Wij kunnen het zien, jullie ook, jullie niet, maar dat ga ik zo dadelijk regelen. Even kijken, 60%. Nou, zullen we de resultaten maar laten zien, Ellen? Lijkt me goed, plan. Ja, ja. Dan ga ik nu de stembus sluiten en de resultaten delen. Kijk eens aan. Wat valt je op? Nou, dat 65% het antwoord goed heeft. Want het klopt inderdaad. De botten zijn nodig voor de goede houding, voor de balans van ons lichaam, voor de beweging natuurlijk, want daardoor kunnen we zo genieten van het leven, maar ook voor de opslag van calcium. Dat laatste wordt vaak vergeten, maar dat is eigenlijk een hele belangrijke functie. Want we hebben calcium in ons bloed. En die concentratie moet echt tussen die nauwe grenzen blijven. En dat is superbelangrijk voor het functioneren van onze spieren, van onze zenuwen. En ook voor de gezonde bloedstroom. Nou, hier zie je eigenlijk hoe dat in zijn werk gaat. Die concentratie wordt behouden door de nieren, door de voeding. Dus de opname van calcium uit je voeding en door je botten. Maar stel nou dat je heel weinig calcium over een langere tijd inneemt. Dan zorgt de botten voor het verhogen van die calciumgehalte in je bloed. Dus dan heb je eigenlijk afbraak van je eigen skelet. En dat betekent dus botontkalking. Nou, we hebben al één voedingsstof gehad, calcium. Dat is natuurlijk eigenlijk wel een hele logische. Maar welke andere voedingsstoffen zijn belangrijk en hoe werken ze samen? De tweede logische is vitamine D. Een te lage vitamine D-status draagt bij de verzwakking van botten, lagere spierprestatie en daardoor weer meer vallen en een hoger fractuurrisico. Toch komt er nog steeds veel vitamine D tekort voor. Bij 4 op de 10 mensen in Europa en bij 6 op de 10 mensen met osteoporose. Dus er is nog best wel wat aan te doen. Nou gaan we even naar de samenwerking. Het is namelijk belangrijk dat we weten dat dat van alle voedingsstoffen voldoende aanwezig moet zijn. Nu ga ik het even hebben over vitamine D en calcium. Wanneer je een goede vitamine D-status hebt, maar je hebt een hele lage calciuminname, dus veel lager dan de aanbevolen hoeveelheid, dan zal die vitamine D zorgen voor terugopname vanuit de nieren. Alleen dat zal op den duur niet voldoende zijn. En dan zal die vitamine D ook zorgen dat het bot weer wordt afgebroken om het calcium weer naar het bloed te krijgen. Wanneer er zowel een goede vitamine D-status en voldoende calcium intake is, dan zie je eigenlijk dat vitamine D de opname van calcium verhoogt en de botafbraak tegengaat. Nou, wat is hiervan het wetenschappelijk bewijs? Hè? Wat ik in het begin ook noemde, hier zie je de piramide. Nou, die is vrij hoog. Er zijn heel wat meta-analyses en systematic reviews hiervan. En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Vitamine D alleen is onvoldoende voor fractuurpreventie. En beide zijn effectiever dan alleen. Alleen de effecten hangen wel af van hoeveel calcium je al inneemt en hoeveel vitamine D, hoe hoog je vitamine D-status al is. Want wat Harry ook al zei, je moet gewoon aanvullen tot de aanbevolen hoeveelheden en extra heeft geen extra effect. Nou, oké. Ga ik nog even verder met de samenwerkingen en ik blijf bij vitamine D. Vitamine D komt dus uit de voeding, maar het grootste deel, namelijk ongeveer 2/3 van de vitamine D, komt via het zonlicht, wordt gevormd in onze huid. Alleen dan is het eigenlijk nog niet herkenbaar voor onze cellen, voor ons lichaam, om echt actief te kunnen zijn. Dus daartoe moet het omgezet worden in de lever, in de nieren, naar actief vitamine D. Dat is 1,25 vitamine D, wordt dat genoemd. En die enzymen die daarbij nodig zijn,
Die zijn weer afhankelijk van de hoeveelheid eiwit in je voeding, magnesium in je voeding en vitamine B2 in de voeding. Nou, hier zie je ook gelijk wat is het wetenschappelijk bewijs. Voor vitamine B2 zie je eigenlijk dat het vrij laag is. Dat is alleen gebaseerd op celstudies, in vitro studies. Magnesium is er wat meer en eiwit is het hoogst. Dus de samenwerking tussen eiwitten, vitamine D en calcium is aardig goed bewezen. Oké, een ander voorbeeld is vitamine D en vitamine K en calcium. Die werken ook samen in de verkoping van het bot. Maar we hebben weer een vraag. Ja. Waar zit vitamine K eigenlijk in? Karin? Nou, aan de deelnemers het antwoord. Je kan nu stemmen. En nou, net als de vorige keer, vergeet niet op submit te klikken. Nou, dat gaat al hard, zie ik. Je kan maar één antwoord geven. Maar gelukkig is er ook nog de antwoordoptie in alle bovenstaande antwoorden. Dus dat scheelt. Kijk, we zitten al... nou, het loopt nog steeds hard op. 70% van de mensen heeft geantwoord. Ja, we zijn er alweer bijna. Ik ga ze gewoon laten zien. Je kan niet meer stemmen. En dit zijn de resultaten. Kijk eens aan. Ja, ja. Oh, wat mooi. Dus ongeveer 50% zegt dat het in groente alleen zit. En ongeveer de helft zegt dat het in alle genoemde producten zit. Nou, het klopt. Het zit het klopt eigenlijk voor nummer D. Dus het zit in eigenlijk alle genoemde producten. En dat komt omdat we eigenlijk twee soorten vitamine K bevatten. Vitamine K1, dat is belangrijk voor de bloedstolling. Dat is ook wel bekend eigenlijk. En die zit met name in de groenten. En vitamine K2, dat is belangrijk voor de verkoking van de botten. En het tegengaan van aderverkoking. En die zit met name in kaas en kwark. Maar ook bijvoorbeeld in natto, waar iemand een vraagje over stelde. In natto zit het heel veel. Natto is een gefermenteerd sojaproduct in Japan. En die vitamine K2 wordt eigenlijk gevormd door de bacteriën waarmee die producten worden gemaakt. Oké, nu ga ik even door met vitamine K2. En ook over het mechanisme, hoe het nou eigenlijk samenwerkt. Nou, vitamine D verhoogt de calciumopname vanuit de voeding, zoals ik net al zei. Dat calcium cirkelt dan rond in je bloed en dat moet worden geïntegreerd in je botten. En daar zorgt vitamine K voor via activering van een bepaald eiwit, namelijk het osteocalcine. Door die activering wordt dat vitamine K eigenlijk weer inactief. En dat moet weer geactiveerd worden. En daar speelt vitamine D weer een rol. Ja, ik wil gewoon eigenlijk aangeven, er zijn zoveel voedingsstoffen die belangrijk zijn voor bot. Maar het is ook belangrijk dat je weet dat ze samenwerken. En dat ze dus allemaal voldoende aanwezig moeten zijn. Een ander ding wat ik wil aangeven is dat botten een levend weefsel is. En zoals Harry zegt, het is eigenlijk gewoon belangrijk gedurende ons leven... Om ervoor te zorgen dat we een voldoende hoge botmassa krijgen. Oké. Nou, van de voedingsstoffen ga ik naar de voedingsproducten. Ik zei al zuivel. Zuivel en de andere is groente en fruit, die zal ik bespreken. Nou, zuivel bevat veel eiwitten, calcium, fosfor, vitamine K, magnesium, zink. En soms wordt het ook nog wel verrijkt met calcium en soms ook wel verrijkt met vitamine D. Nou, waarom noem ik nou deze voedingsstoffen? Nou, al deze voedingsstoffen zijn volgens een Europees orgaan, de EFSA. Daarvan is bewezen dat ze goed zijn voor het behoud van onze botten. En als een product voldoende van zo'n voedingsstof bevat, dan mag het product zich dat ook vermelden op de verpakking. Bijvoorbeeld melk bevat calcium. En calcium is goed voor je botten. Toch is er best wel wat wetenschappelijk debat over de relevantie van zuivel voor onze botten. En dat komt eigenlijk doordat er een aantal studies zijn die geen effect laten zien. Maar ook omdat zuivel in ons lichaam zuur kan produceren. Het kan leiden tot verzuring van ons lichaam.
Sommige mensen zeggen, door die verzuring krijg je meer calciumuitscheiding in je urine en daardoor is het slecht voor je botten. Dus er zijn nog wel wat, er is nog best wel wat wetenschappelijk debat. Nou, daarom ben ik met mijn collega Jan Steins, zijn we een overzichtsverhaal gaan schrijven. En in dit geval hebben we alleen gebruik gemaakt van de hoogste bewijslast, zeg maar, bewijskracht. Namelijk het gebruik maken van de systematische reviews en meta-analyses, dus echt boven in die piramide. Bovendien waren dit de systematische reviews en meta-analyses die met name de RCT's, de interventiestudies meenamen, die zich richten op de botten, op massa, en de cohorts die zich richten op de fractuurrisico. Dus echt het hoogste kwaliteit eigenlijk. Nou, ons doel was om na te gaan of zuivel goed was voor de botmassa en voor het fractuurrisico bij kinderen en volwassenen. We konden, hier zie je de resultaten, we konden geen onderscheid maken tussen zuivel wel of niet verrijkt met calcium en vitamine D. Maar goed, wat we vonden is een positief effect op de botmassa toename bij kinderen. Wanneer deze kinderen onvoldoende inname hadden van calcium, beneden de 750 milligram per dag. En als je bedenkt van een aanbevolen is ongeveer 1000 tot 1200 milligram, dat zal Miranda zo meteen vertellen. Dus dan heb je een toename van, dan zie je een toename van de botmassa. Ook ging zuivel de botmassaverlies tegen bij ouderen. En verlaagde het fractuurrisico bij volwassenen. Bij kinderen waren er geen meta-analyses of systematische reviews aanwezig. Dus dat kunnen we eigenlijk niet op basis van deze resultaten zeggen. Nog een kanttekening. In de meeste studies die geïncludeerd waren, is melk onderzocht bij vrouwen en meisjes. Dus in hoeverre het ook voor mannen zo een rol speelt, dat weten we niet helemaal zeker. Oké, hier zie je ook wat kwantitatieve gegevens. De botmassa nam ongeveer toe met 45 tot 50 gram per jaar. Nou, dan denk je, ja, wat zegt dat nou? Nou, dat is ongeveer 2% van die piekbotmassa die je kunt bereiken in je leven. En 2% is best wel veel, want als je dan in een computersimulatieprogramma kun je berekenen hoeveel dat nou voor effect heeft op je fractuurrisico op latere leeftijd. En wat blijkt dan? Dat op latere leeftijd die 2% hogere piekbotmassa zorgt voor 10% lager fractuurrisico. Dus dat is best veel. Het botmassaverlies werd tegengegaan met een 0,4 tot 0,9%. En dat komt eigenlijk overeen met het botmassaverlies wat je ook hebt bij veroudering. Dus na de menopauze, dat is hoog. Dus met een glas melk van 200 tot 250 milliliter kun je eigenlijk het botmassaverlies tegengaan. En het aantal fracturen, het fractuurrisico, verminderde met 5%. Dat is aardig wat. Als je het vergelijkt met medicijneneffecten is dat natuurlijk weer wel veel minder. Dat is ongeveer een factor van 5. Okay. Gaan we nu naar de groenten en fruit. Hier zie je weer wat er allemaal voor voedingsstoffen in zitten. Groenten en fruit bevat heel veel kalium. En kalium is een soort basisstof, stof, is een tegenhanger. Ellen, je microfoon is... Ja, hij doet het weer. Ja, oké. Okay. Dus kalium is een tegenhanger van het zuur, dus eigenlijk groente en fruit zijn meer basische voedingsmiddelen. Het bevat ook calcium, vitamine K en allerlei bioactieve stoffen zoals plantaardige oestrogenen. En ja, vandaar dat er ook wel een relatie is tussen de inname van groente en fruit en het risico op osteoporose. Het vermindert dat en het vermindert ook het risico op fracturen bij 1 portie fruit en 1 portie groente per dag.
Dit zijn ook weer meta-analyses, ook weer best wel hoge bewijskracht. Alleen deze meta-analyses bevatten met name de populatiestudies, dus de cohortstudies, waarin je relatie aantoont van groente- en fruitinname en het effect. Het is ook moeilijk om een interventiestudie te doen, omdat je nooit een goede controle kan vinden daarvoor. Oké, nou even specifiek naar de paddenstoel. Ik werk bij Shelter Mushroom, zoals ik al zei. We hebben daar natuurlijk de paddenstoel. De paddenstoel bevat ontzettend veel vitamine en mineralen. En ook wel wat eiwitten en bioactieve stoffen, zoals antioxidanten. Maar het mooie daarvan is ook nog dat bijvoorbeeld champignons, als je die 15 minuten in de zon zet, gedurende tussen 11 uur en 3 uur, dan heb je op den duur een rijke vitamine D bron. Dus de champignon wordt vitamine D rijk. Je kunt het ook zo in de winkel kopen, dus vitamine D rijke champignons. Die zijn dan met UVB-licht blootgesteld. Oké, dan heb je dus de plantaardige vitamine D, de vitamine D2. En wat ik nu bij Shelter doe, is ik ben een meta-analyse aan het doen met twee typen universiteiten. En daar kijken we of de plantaardige vitamine D, dat vitamine D2, vergelijkbaar is in effectiviteit als vitamine D3, de dierlijke. Nou, dat is het geval. De voorlopige resultaten laten dit zien. We hebben het nog niet gepubliceerd en we zijn eigenlijk nog bezig, maar dit lijkt er wel uit te komen, is dat wanneer de vitamine D-status laag is en de behoefte dus hoog, bij een dagelijkse dosering, dan is de dierlijke en de plantaardige vorm vergelijkbaar in effectiviteit in het verhogen van de vitamine D-status. We hebben twee voedingsmiddelen wat behandeld, zeg maar. En nu komen we op de voeding. Harry zei het eigenlijk al, ga naar voedingscentrum.nl. Daar wordt heel duidelijk uitgelegd dat je als je eet uit elke schijf, gevarieerd over de dag, krijg je eigenlijk 100% van je energie, je eiwitten, vetten, koolhydraten binnen. En eigenlijk ook van de meeste vitamine en mineralen. Van enkele heb je supplementen nodig. Bij bepaalde condities, zoals zwangerschap of op een bepaalde leeftijd. Of bijvoorbeeld vitamine D in de winter. Je kunt tekorten checken met de eetmeter. En dat is best wel belangrijk. Als je bedenkt, net wat ik vertelde over die samenwerkingen tussen vitamine D en calcium. En het gaat om het aanvullen van mogelijke tekorten tot de aanbevolen hoeveelheden. Het gaat dus niet om extra hoge hoeveelheden. Nou, voor voeding is eigenlijk ook nog wel wat wetenschappelijk debat. Ik zei net al, van zuivel wordt gezegd dat het zuurvormend kan zijn in het lichaam. En groente en fruit is meer basis. En daar wil ik even op terugkomen. Want dat klopt inderdaad. Voeding kan leiden tot verzuring van het lichaam. Maar dan is eigenlijk de vraag, is het ook slecht voor onze botten? Nou, hier heb ik weer eigenlijk hetzelfde plaatje als voor calcium. Hier staat de zuurtegraad. Die wordt tussen bepaalde levels gehouden. En dat wordt door deze organen gedaan. Dus de nieren, de voeding, de darmen, de longen. En soms komt de botten daar ook bij van pas. Voeding kan een behoorlijk effect hebben op die zuurtegraad. En dat gaat dan via de darmen en de nieren. En welke voeding heb ik het dan over? Dat zijn voedingsmiddelen die met name bepaalde fosfor, bepaalde elementen bevatten. Zoals stikstof, fosfor, zwavel. En dat zit veel in eiwitrijke voeding. Zoals de eieren, het vlees, de zuivel dus. Maar ook in graan. Aan de andere kant heb je de kalium. En dat zit veel in groente en fruit. En dat is meer basis. Die zuren die geproduceerd worden uit die voeding, die worden uitgescheiden via onze nieren. Bij het verminderd functioneren van die nieren kan het zijn dat er te weinig
zuur kan worden uitgescheiden, waardoor die zuurtegraad te hoog wordt in het bloed. En dan worden de botten aangesproken, omdat botten ook veel kalium bevatten. En met het kalium komt het calcium vrij. En dat calcium wordt weer uitgescheiden in de urine. Dus dan heb je weer botafbraak. Dat denkt men tenminste. Maar dat is niet zo. Er zijn een aantal meta-analyses die zeggen van zure voeding leidt niet tot botontkalking of tot fractuurrisico. En ik ga me nu even bezighouden met de eiwitten specifiek. Want eiwitten, daar is best wel veel nieuws over de laatste tijd. Eiwitten, proteïne, is goed om een, tijdens het ouder worden, om goed voor je spieren te zorgen. Maar het is ook goed voor de botten. Eiwitten kunnen inderdaad leiden tot verzuring in het lichaam. En dat leidt inderdaad tot een verhoogde calciumuitscheiding in de urine. Maar deze calcium is niet afkomstig uit de botten, maar die is afkomstig uit de voeding. Omdat eiwitten de calciumopname verhoogt uit deze voeding. Bovendien zijn er hier ook er zijn tig meta-analyses die laten zien dat eiwitten een positief effect hebben op de instandhouding van onze botten. Let er dan wel op dat je voldoende calcium in je voeding hebt, want er moet natuurlijk wel wat worden, kunnen worden opgenomen. En let op groente en fruit, want dan heb je helemaal zekerheid dat het goed is. Oké. Dit is mijn conclusie, samenvatting. We werken samen in het behoud van botten. En voor het behoud van onze gezonde botten is gevarieerde voeding nodig. Het gaat niet om extra hoge doseringen, maar het gaat om aanvullen van tekorten. Check de inname via de eetmeter of vraag vitamine D-status, vitamine K-status te bepalen bij de huisarts. En vul aan tot de aanbevolen hoeveelheden. Nou, bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel Ellen. Ellen van de Heuvel, mooie e-mailadres hier. Dat lijkt me een uitnodiging om contact op te nemen. Altijd. Er zijn heel veel vragen in de chat, dus we schakelen heel snel over naar Hendrien, want die heeft bekeken welke vraag ze gaat stellen aan Ellen. Hendrien, ben je er klaar voor? Ja, ik heb hier heel hard zitten werken. Dat denk ik ook, ja. Mag ik uit beeld? Ja, je mag voor mij uit beeld. Sowieso ontzettend fijn dat er zoveel vragen worden gesteld. We zullen niet alle vragen kunnen behandelen, maar er komt, zoals Karin al in het begin zei, na 2 weken of 3 weken een overzicht van alle vragen met de antwoorden. Dus dat komt dan helemaal in orde. En dan de vragen die niet behandeld zijn, worden dan alsnog beantwoord en met iedereen gedeeld. Ik probeer een beetje scheiding te maken wat ik dadelijk aan Miranda vraag als de praktische vertaling en wat ik nu aan Ellen ga vragen. Ellen, er zitten heel veel vragen over hoe kan je nou zorgen dat vitamine D en calcium goed wordt opgenomen. En er zat 1 vraag bij, toen dacht ik, nooit over nagedacht. Zijn er ook voedingsmiddelen die schadelijk zijn? Die dus het nadelig zijn voor het opnemen van calcium en vitamine D? Ja, ik was even vergeten dat ik in beeld was. Nee, dat klopt zeker. Er zijn voor vitamine D, dat is op zich best wel goed opneembaar. Er zijn wel verschillende vormen van vitamine D, maar nu heb ik het even over de meest bekende. Dus de dierlijke vorm en de plantaardige vorm, de vitamine D3. En die zijn op zich wel goed opneembaar. Er zit eigenlijk weinig negatieve effecten in, als ik me zo goed kan herinneren. Maar zijn er ook voedingsstoffen die je kunt eten, hè, die je tot je neemt, in je dagelijkse maaltijden, die schadelijk zijn, die dus het beperken dat je lichaam vitamine D en calcium opnemen? Ja, nou bijvoorbeeld calcium zit ook veel in bepaalde groentes, zoals spinazie. Spinazie bevat ook oxalaat, dat is een ander stofje. En dat beperkt de opname van die calcium uit die voeding, uit die spinazie. Dus er zijn inderdaad een aantal voedingsmiddelen waarbij wel hoog calcium is, maar de calciumopname toch verlaagd wordt door fenolen of door oxalaat, door bepaalde stoffen inderdaad.
Nou, we nemen hem in ieder geval nog mee in de beantwoording, dus dan kunnen we er nog wat... We kunnen het veel uitgebreider behandelen, maar dat is even de eerste die ik zo even wil... Wat ik ook wel, want er zijn heel veel vragen over voedingsmiddelen en de samenwerking, maar wat ik ook wel een aardige vraag vond, een hele andere insteek is, hoe kan het nou dat er in Europa of over de wereld zoveel verschillende visies zijn over bijvoorbeeld je dagelijkse, of je benodigde dagelijkse hoeveelheid calcium? De WOH zegt 500 milligram, voedingscentrum zegt 1000 tot 1200. We hebben het net over wetenschappelijk bewijs gehad. Hoe zit dat? Ja, ja. Wat moet je volgen? Ja. Ja, nou ja, dat is best moeilijk te beantwoorden ook weer. Even kijken hoor. Er zijn heel veel calciumbalansstudies gedaan bij kinderen. Waarbij gekeken wordt, wat heb je nou minimaal nodig? Want je verliest ook veel calcium in je darmen, via je urine. En daaruit kwam toch wel zeker dat je ongeveer toch wel 900 milligram nodig had bij kinderen. Dus ja, daar zit ik zelf altijd nog wel, die kant zit ik nog steeds wel op te denken eigenlijk. En daar geloof ik eigenlijk met name heilig in. Toch is het heel moeilijk om te bepalen wat is nou precies, hoeveel hebben we eigenlijk nodig. Want ook het lichaam is in staat om bepaalde... Ja, bijvoorbeeld om extra op te nemen. Zelfregulerend vermogen van ons lichaam is best hoog. Dus voor volwassenen vind ik dat ook weer een beetje moeilijk te beantwoorden. Wat nou de precieze waarden zijn. Ja. Ik ga altijd uit toch van van het voedingscentrum waarden. En dat vind ik toch altijd nog wel de beste. Tenminste voor Nederland. Natuurlijk per land verschilt het ook weer, omdat je daar ook weer andere leefgewoontes hebt, zonlichtexposure. Dat zijn zoveel variabelen. Genetisch zijn we daar anders. Oké. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, door het feit dat mensen in andere omgevingen waar meer zon is, door genetische bepalingen, kunnen de gewenste hoeveelheden per dag verschillen. Maar voor Nederland houden we het voedingscentrum aan en de WOH zal misschien een gemiddelde geven van alle landen. Bij elkaar. Hoe kun je het een beetje zo vertalen? En dan nog even ook een hele andere vraag. In jouw verhaal zei iemand van vitamine K helpt om calcium op te nemen. Hoe kan het nou dat het dan niet gewoon in een vitamine in een calciumtablet toegevoegd is? Als dat goed is voor de calciumopname. Het is zo. Vitamine D zorgt voor de opname van calcium uit de voeding. En heel vaak zijn vitamine D en calcium wel in een supplement samengevoegd. Mm-hmm. Vitamine K zorgt inderdaad voor die opname van calcium in je botten. Mm-hmm. Dus dat is de tweede stap. En inderdaad, ik ben er op zich best wel voorstander van om dan inderdaad een vorm van vitamine K2 op te nemen in zo'n supplement. Oké. Ja, nou, omdat het best moeilijk is. Meenemen in de belangenbehartiging. Ja, het is best moeilijk om voldoende vitamine K2 binnen te krijgen. Via de voeding. Ja. De tijd gaat heel hard. Volgens mij gaan we stoppen. Ja, volgens mij gaan we over naar Miranda. Want er zitten ook heel veel praktische vragen bij die ik ook aan Miranda ook nog kwijt kan. En we gaan ze toch allemaal beantwoorden. Dus. Oké, fijn. Mooi. Dankjewel allebei. Dan... schakel ik nu over naar Miranda. Miranda Koenjaars. Miranda, je bent diëtist en je werkt bij een revalidatiecentrum. Miranda die heeft heel veel ervaring met advies geven aan mensen met osteoporose. Dus ze geeft aan ons nu de do's en don'ts vanuit haar vakgebied. Miranda, je hebt ook een PowerPoint. Klopt. Die wil je delen. Ga je gang. Ik ga hem even proberen te delen, ja. Dan gaat hij van jou wel weg. Is dat een probleem? Nou ja, nee, dat is niet erg. Dat is de bedoeling. Maar ik heb hem al gestopt, dus makkelijker. Ja. Daar is hij. Mooi, ga je gang. Ik zal me even voorstellen. Ik ga een presentatie geven over voeding bij osteoporose. Een beetje aansluitend op het verhaal wat jullie net als van Ellen hebben gekregen. Ellen die heeft natuurlijk heel veel achtergrondinformatie gegeven en ik wil vandaag wat meer ingaan op de praktische kant.
Even kijken hoe ik verder ga. En volgens mij starten we met een vraag, toch? Oh ja, ik dacht ik stel me nog even verder voor. Is ook goed. Je mag er zo meteen een vraag in gooien. Nou, net als Ellen heb ik de opleiding voeding en diëtetiek gedaan. Vervolgens ben ik verder gaan studeren en heb ik een master gezondheidswetenschappen afgerond. Momenteel werk ik inderdaad bij een revalidatiekliniek. Daarnaast werk ik in het ziekenhuis in Maastricht. En in de praktijk meten wij gelukkig heel veel mensen met behulp van de DEXA-scan. En de DEXA-scan die is in staat om de botdichtheid vast te stellen. Waardoor wij heel specifiek zien hoe het met de botdichtheid van onze patiënten gesteld is. Omdat wij heel veel werken met mensen met een verminderde botdichtheid. Kom ik in de praktijk heel veel vragen rondom voeding daarin tegen. Dus wij proberen mensen daar een goed advies in te geven. Dus ik denk dat dat heel goed aansluit op dit webinar. Ik bewaar de vraag nog heel eventjes voor later, Karin. Want ik start met calcium. Prima. En dan zal ik je even een seintje geven, goed? Ja. Nou, Ellen heeft net een heel mooi verhaal verteld over wat optimaal is bij een... goede botdichtheid. Daar zijn een aantal voedingsstoffen uitgepikt. En ik wil daarin wat meer inzoomen op de praktische toepassing van calcium in de dagelijkse voeding. Vitamine D, vitamine K en magnesium. Ellen heeft al een klein beetje over de praktische kant verteld. Maar ja, ik hoop daar iets dieper op in te gaan. Dus u heeft al een mooie inleiding gehad. Ik wil starten met calcium, omdat dat misschien wel de bekendste voedingsstof is die we horen bij osteoporose. Ellen heeft net heel mooi verteld wat de functie is van calcium, hoe de processen in het lichaam werken onder invloed van calcium. En als we dan kijken naar de praktijk, hebben we een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van calcium van 1000 tot 1200 milligram per dag. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Wat is dan genoeg calcium? En hoe krijg ik dat binnen? Dat is natuurlijk de vervolgvraag daarop. In de praktijk is het zo dat als we kijken naar voedingsstoffen die calcium leveren, er inderdaad twee voedingsbronnen zijn. Dan heb je de dierlijke producten, met name de zuivelproducten die veel calcium leveren. Zoals bijvoorbeeld melk, yoghurt, kwark, kaas, dat soort zaken. En je hebt plantaardige producten die calcium kunnen leveren. Zoals bijvoorbeeld groenten, noten, peulvruchten en dergelijke. Op zich is het dierlijk voedingspatroon daarin beter voor de opname van calcium. Net zoals Ellen net al verteld, zijn er in de plantaardige producten, met name de groenten die calcium bevatten, ook stofjes aanwezig die de opname van calcium iets kunnen beperken. Dus we zien gewoon in de praktijk dat 60-70% van de calciumopname vaak uit zuivelproducten komt. Vandaar dat daar ook zo vaak op wordt ingezoomd. Dus in principe in de praktijk, als we het hebben over die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 1000 tot 1200 milligram, halen we zo'n 800 tot 1000 milligram uit de dierlijke producten, met name de zuivelproducten. En 200 milligram halen we uit overige voedingsmiddelen, zoals brood, noten, kaas, groenten. De kaas valt natuurlijk onder de zuivel. Maar in ieder geval komt 200 milligram nog uit overige voedingsmiddelen die in de schijf van 5 zitten. Wat is dan genoeg calcium? Hou als vuistregel aan dat er gemiddeld 3 tot 4 zuivelproducten die rijk zijn aan calcium nodig zijn om de calciumbehoefte te dekken. Dus in de praktijk zou dat bijvoorbeeld kunnen inhouden dat wanneer u 2-3 glazen melk neemt en 1,5 pak kaas per dag, dat voldoende is om aan de aanbevolen hoeveelheid calcium te komen. Ik zag net ook een vraag in de chat staan, moet dit dan melk zijn? Onder zuivelproducten in mijn verhaal, als ik het heb over zuivelproducten, dan spreek ik over de noemer zuivelproducten. Dus dit mag
yoghurt zijn, kwark, vla, zuiveldrank, melk, karnemelk. Dus als ik in mijn vervolgverhaal spreek over zuivelproducten, praat ik niet alleen over melk. Dit zijn in principe allemaal goede bronnen van calcium. Het scheelt een klein beetje qua calciumgehalte, maar niet heel veel. Dus als we het dan hebben over 2-3 melkproducten en 1,5 plak kaas, maakt het niet zo heel veel uit of je dan karnemelk neemt, melk neemt, yoghurt neemt. Dat is allemaal prima. Kan ik te veel calcium nemen? Die vraag zag ik ook in de chat voorbij komen. In de voeding in principe niet snel. Dit komt vrijwel niet voor. De aanbevolen bovengrens van calcium is 2500 milligram per dag. Met de normale voeding moet je hard je best doen om die te overschrijden. Dan is al ruim 2,5 liter zuivel nodig om boven die bovengrens uit te komen. Ja, dus als er geen overdreven hoeveelheden worden genomen, komt dit niet snel voor. We hebben het net ook gehad over het innemen van supplementen. En ik sluit me daarin heel erg aan bij Harry en bij Ellen. Een goede hoeveelheid is goed, maar goed is goed. Ja, je hebt ook niet meer nodig dan nodig. Dus let in de supplementen ook eventjes goed op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. In principe krijgt u op dit moment op heel veel plekken voedingssupplementen. En veel voedingssupplementen bevatten ook heel veel voedingsstoffen, soms te veel. Dus als u zegt van, nou ja, goed, ik ga zelf de keuze maken om een calciumsupplement te nemen. En dat is nog niet het geval via de dokter, wat vaak wel het geval is. Let er dan eventjes op dat u in ieder geval geen supplement neemt met meer dan 2500 milligram calcium. Dat is heel erg belangrijk. Ik zag net ook toevallig vragen in de chat voorbij komen waar ik gelukkig al was op voorbereid. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er tegenaan lopen dat ze geen melkproducten kunnen verdragen. Bijvoorbeeld door lactose-intolerantie. Sommige mensen kiezen voor een veganistisch eetpatroon of een vegetarisch voedingspatroon. En hoe krijg ik mijn calcium dan binnen? Nou, nu bestaat er plantaardige zuivel die verrijkt is met calcium. Ik heb een paar voorbeeldjes hier opgesteld. Het is niet zo dat ik aandelen heb voor bepaalde merkjes, maar ik dacht in de praktijk handiger om dit zo te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan sojaproducten die verrijkt zijn met calcium. Dit kunnen ook lactosevrije producten zijn die verrijkt zijn met calcium. Ter illustratie, een gewoon glas melk bevat ongeveer 200 milligram calcium. Een glas sojamelk verrijkt met calcium bevat 180 milligram calcium. Dus het is vrij vergelijkbaar. Dus wanneer u geen zuivelproducten kunt verdragen die lactose bevatten bijvoorbeeld, is het echt een prima optie om toch aan uw aanbevolen hoeveelheid calcium te komen per dag. Dus dan zou u ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld 2 tot 3 lactosevrije zuivelproducten verrijkt met calcium te nemen ter vervanging van de gewone producten. Het kunnen ook weer puddingjes zijn, het kunnen dranken zijn, het kan van alles zijn. Dus hoe u dit invult is helemaal vrij. Nou zijn er natuurlijk ook nog mensen die wellicht niet zozeer van zuivelproducten houden. In de praktijk kom ik er wel eens op uit dat mensen zuivelproducten wel kunnen gebruiken, maar goed, bent u dit niet altijd gewend, is het natuurlijk lastig om vanuit geen zuivelproducten naar 2 tot 3 consequent per dag te gaan. Er zijn ook nog wat vruchtensappen verrijkt met calcium. Dit zou ook nog een optie kunnen bieden en die zijn vergelijkbaar in calciumgehalte. Het enige nadeel is hiervan dat gewone zuivel ook eiwitten bevat. Eiwit kwam net ook naar voren in de presentatie van Ellen en van Harry. Eiwit is natuurlijk ook gunstig voor de botkwaliteit en voor de opbouw van de spieren rondom de botten. Dus het nadeel van deze vruchtensappen is dat die twee stoffen niet gecombineerd worden. En dat is in plantaardige zuivel en in gewone zuivel wel het geval. Nu is het ook zo dat groene bladgroenten bijvoorbeeld, noten, peulvruchten ook calcium leveren. Ik heb natuurlijk ook eventjes weer extra verdiept in deze voedingspatronen. Ik las dat wanneer je bijvoorbeeld
300 gram gekookte spinazie eet in combinatie met 4 handjes noten en 4 eetlepels peulvruchten, je ook tot ongeveer 900 milligram calcium kunt komen. Maar houd er ook even rekening mee dat, wat Ellen al zei, de opname van plantaardige calcium iets minder is dan uit de dierlijke producten. Dus wanneer er helemaal geen zuivelproducten worden gebruikt, ook niet de plantaardige vervangers van zuivel, is het wel aan te raden om het in ieder geval goed te meten hoeveel calcium er binnenkomt. Dat kan dus met de eetmeter waar we net al naar verwezen hebben, of het te suppleren. En het kan altijd in overleg met de arts. De diëtist wordt in de basisverzekering ook altijd vergoed. Dus zegt u nou, ik wil echt eventjes persoonlijk advies daarin krijgen, kunt u altijd u laten doorverwijzen door de huisarts. Ja, dan Karen, wil ik heel eventjes inderdaad de vraag naar voren halen. De vraag over calcium. Nee, over vitamine D. Oké. Nou, dan doen we de vraag over vitamine D. En dit is de vraag. Welk voedingsmiddel bevat de hoogste vitamine D-gehalte? Jullie kunnen hier nu op reageren. Nou, dat gaat al hard. Ik denk dat ik nu de stembus ga sluiten en de resultaten aan jullie laat zien. Kijk eens aan. Wat valt je op, Miranda? Het valt me op dat volgens mij heel veel mensen al veel weten over goede voedingsstoffen bij osteoporose. Kijk, dat is maar. 50% is goed beantwoord. Vitamine D zit inderdaad het meeste in vette. Ik wilde deze vraag een beetje gebruiken als inleidend verhaaltje op het volgende onderwerp. Dus ik zal daar ook zo meteen even iets meer over vertellen. Wacht, ik moet deze heel even wegklikken. Vitamine D, ja, de praktische toepassing van vitamine D is natuurlijk belangrijk. Maar ik wil inderdaad ook nog even benadrukken wat Ellen jullie ook net al verteld heeft. Vitamine D is essentieel in combinatie met de inname van calcium. We zien heel vaak dat mensen zich heel erg focussen op de inname van genoeg calcium voor sterke botten, maar de vitamine D vergeten. Wat natuurlijk zonde is, want zonder vitamine D wordt calcium niet goed opgenomen. Dus probeer die twee altijd allebei goed in de gaten te houden. En er bestaat een mogelijkheid om de vitamine D-spiegel te bepalen. De huisarts kan dit. Dit doen ze alleen in gevallen waarin daar twijfel over is. Maar die mogelijkheid bestaat. Het is inderdaad ook zo dat je vitamine D in de voeding kunt meten met behulp van de eetmeter. Maar ik zal dadelijk even vertellen in welke voedingsmiddelen vitamine D zit. En wat je kunt doen om de status aan vitamine D in je voeding zo hoog mogelijk te houden. Wat belangrijk is om te weten is dat vitamine D een vetoplosbare vitamine is. Nu is het zo dat van sommige vitamines die in water oplosbaar zijn, zoals bijvoorbeeld vitamine C, je overschotten kunt uitplassen. Dat is met vitamine D het geval niet. Want vitamine D slaat op in vet. Dus dat wil zeggen dat het lichaam in staat is om vitamine D op te slaan in de lever en in het lichaam. Dit is ook het geval wanneer mensen bijvoorbeeld vanuit de arts het advies krijgen om 1 vitamine D tabletje per week te nemen. Dit is dus zo omdat het lichaam dat gewoon kan opslaan en later weer tevoorschijn kan toveren. Om terug te komen op de polvraag. Omdat vitamine D in vet oplosbaar is, houdt dit in dat het ook het meest voorkomt in vetrijke producten. En daar kom ik zo nog even op terug. De aanbevolen hoeveelheid van vitamine D is in principe voor gezonde personen rond de 10 microgram per dag. Maar bij mensen met een verminderde botdichtheid, mensen boven de 50 tot 70 jaar afhankelijk van het geslacht, adviseren we 20 microgram vitamine D per dag. Dus het is goed om die 20 microgram gewoon eigenlijk een beetje als vuistregel aan te houden.
wanneer u supplementen gebruikt met vitamine D, staat het ook wel eens vermeld als internationale eenheden, als IE. En dan is het goed om een hoeveelheid van 800 internationale eenheden aan te houden. Suppletieadvies. Als u vitamine D neemt, hou het dan ook rond die 20 microgram vitamine D. Ik ben zelf afgelopen weekend even op onderzoek uitgegaan in de supermarkt. Daar zijn ook vitamine D supplementjes te koop. En vaak staat op deze verpakkingen dat u die meermaals per dag moet nemen. Maar let daar eventjes goed op. Want wanneer één tabletje vitamine D al 10 microgram of 20 microgram bevat, hoeft u dit niet bijvoorbeeld 5 keer daags te nemen. Dat is natuurlijk ook een trucje van sommige producenten om zo snel mogelijk u een nieuwe doosje vitamine D te bezorgen. Dus let daar goed op, want u plast het overschot niet uit. Dus echt hoge doseringen worden niet aanbevolen. De bovengrens die ligt dan op 100 microgram vitamine D. Dus let daar eventjes goed op. Nou, wat zijn dan bronnen van vitamine D in de voeding? Nou, daar ging de bolvraag over. Met name dierlijke voedingsmiddelen, zoals vlees, eieren, vette vis. En dan is vette vis de grootste bron van vitamine D. Ik heb het ook in een tabelletje toegevoegd. Ik weet niet of het heel goed te lezen is voor iedereen. Maar bovenaan staat een stukje regenboogforel. Dus een stukje vette vis. Bevat rond tussen de 5 tot 10 microgram vitamine D. Een gekookt eitje bevat 1 microgram vitamine D, 0,9 microgram. Dus zo zie je dat die verschillen best wel groot zijn. Omdat we in een Nederlands voedingspatroon snel tekorten hebben aan vitamine D in de voeding, is het zo dat producenten vitamine D toevoegen aan halverine, margarine, smeerboter en vloeibare bak- en braadproducten. Nu is het natuurlijk zo dat wanneer u de warme maaltijd gaat bereiden, u altijd kunt kiezen voor of vloeibare bak- en braadproducten of olie. Mensen zullen hier ook een persoonlijke voorkeur in hebben. Bent u gericht op de vitamine D-status, is het dus gunstiger om in vloeibare bak- en braadproducten te bakken, omdat daar vitamine D aan is toegevoegd. En in olie is dit niet het geval. Ook voor op het brood bevat halverine en margarine iets meer vitamine D dan bijvoorbeeld roomboter. Dus puur en alleen gericht op vitamine D zijn deze producten iets handiger om de vitamine D-status te verbeteren. Miranda, ik zie dat er heel veel vragen in de chat zijn. Dus misschien kun je door je laatste slide ietsje vlotter gaan. Dankjewel. Dat zal ik doen. Goed. Nou, vitamine K. Ellen die vertelde net al dat er twee bronnen van vitamine K zijn. Vitamine K1 en vitamine K2. Dat zijn dus ook verschillende voedingsbronnen. Vitamine K1, moet ik heel eventjes denken hoe om het zat. Vitamine K1... Sorry, ik moet heel eventjes denken. Dat zit vooral in de groene bladgroenten. Ik haalde ze even door elkaar. En vitamine K2 zit met name in gefermenteerde producten. Dus als we kijken naar de voedingsbronnen van vitamine K, is het goed om bijvoorbeeld veel groene bladgroenten en groene koolsoorten, zoals bijvoorbeeld spinazie, broccoli, spruiten en dergelijke, te combineren met gefermenteerde producten zoals kwark en kaas. De aanbevolen hoeveelheid, ja goed, dat is dus een puntje van discussie. In principe is er een aanbevolen inname van rond de 70 microgram per dag. Maar u hoorde net al van Ellen dat die hoeveelheden die iets hoger liggen, iets gunstiger zouden kunnen zijn. Een overschot aan vitamine K komt in de voeding dus niet snel voor. Eerder een tekort. Maar wilt u een tekort voorkomen, dan kunt u dus zoveel mogelijk groene bladgroenten combineren met gefermenteerde producten. En ook dit kunnen we weer meten in de eetmeter. Dan hebben we als laatste nog de magnesium. Oh, volgens mij hoorde daar nog één polvraag bij. Maar ik weet niet, Karen, zullen we die dan overslaan en wat meer richten op de vragen in de chat? Is dat dat lijkt me een heel goed idee. Goed.
Magnesium bevindt zich in de voeding met name in bijvoorbeeld brood, graanproducten, groenten, noten, zuivel en dergelijke. Dus eigenlijk alle producten die in de schijf van 5 voorkomen. Als we kijken naar de aanbevolen hoeveelheid van magnesium, dan adviseren we rond de 280 tot 350 milligram magnesium per dag te nemen. Wanneer u in principe gewoon gevarieerd eet volgens de schijf van 5, komt een tekort aan magnesium niet snel voor. Ja, dit kan dus alleen voorkomen wanneer u bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen echt beperkt neemt. Een overschot aan magnesium komt ook niet snel voor, met de voeding in ieder geval niet. Ik heb net al gezegd, van bij supplementen kan het natuurlijk zo zijn dat die doseringen hoog liggen. Ja, dan als u bijvoorbeeld verschillende supplementen combineert, dan kan het best zo zijn dat te veel gaat zijn. Wanneer u bijvoorbeeld magnesium voor spierkrampen gebruikt en ook nog magnesium uit bijvoorbeeld een multivitamine combineert, kan het best zo zijn dat er een keer een overschot komt. Dus alleen bij supplementen is het goed om hierop te letten. Let ook weer dan op overdosering en ga niet hoger zitten dan 250 milligram magnesium per dag. Dat is een beetje de grens die je kunt hanteren. Wat wel ook nog goed is om te weten, is dat magnesium natuurlijk in bijvoorbeeld mineraalwater, in bepaalde mineraalwaters veel kan zitten. Nou is het niet zo schadelijk om mineraalwater te drinken, maar dan kan die hoeveelheid iets hoger liggen. Ja, dus wanneer u bijvoorbeeld magnesiumzouten gebruikt in combinatie met mineraalwater en supplementen, nou goed, dan kan het wat hoger uitkomen. Ik zit heel even te denken. Ik zal eerst nog mijn conclusie even met u delen. En dan kunnen we wat vragen uit de chat beantwoorden. Ja, dan gaan we snel door. Ik sluit me heel erg aan op het verhaal van Ellen. Met name gevarieerde voeding is heel erg belangrijk voor het behoud van gezonde botten. Ook wij baseren we ons met ons advies met name op de schijf van 5. Wanneer u nu binnen een risicogroep valt, of wanneer u bijvoorbeeld een bepaald dieet volgt, een allergie heeft of wat dan ook, en u twijfelt aan tekorten, meten is weten. Ja, dus u kunt op de eetmeter van het voedingscentrum uw voeding invullen en die rekent precies alles voor u aan en geeft u aan waar mogelijke tekorten zitten. Als u een tekort heeft, vul het aan waar nodig, overdrijft het niet. En let dan op de hoeveelheden zoals net genoemd. Nou, dan wil ik jullie voor nu bedanken voor jullie aandacht. En ik ben heel erg benieuwd naar de vragen die er komen, want ik heb de chat niet heel goed kunnen bijhouden. Nee, dat hoeft ook niet, want daar hebben we Hendrien voor. Hendrien komt al in beeld. Dankjewel, Miranda. Hendrien, ja. Welke vraag heb je opgepakt? Ik heb er heel veel opgepakt, maar ik ga denk ik maar eens even in op dingen die eigenlijk nog niet zo aan de orde zijn geweest. Je gaf op een gegeven moment, liet je allerlei dranken zien waar calcium was toegevoegd, Miranda. En een van de vragen die daarover kwam, ja, maar deze producten bevatten ook wel heel veel suiker. En suiker is niet goed voor je en is het ook niet zo dat suiker eigenlijk ook nog weer calcium onttrekt? Toen dacht ik, nou, ik wist het niet, dus ik dacht, ik ga die eens aan jou vragen. Nou, ik geloof niet dat wanneer je voldoende calcium binnenkrijgt, dat een klein beetje suiker dit kan onttrekken. Mm-hmm. Ik ben het er wel mee eens dat wanneer mensen bijvoorbeeld dan een hoger gewicht hebben, of bijvoorbeeld suikerziekte hebben, of gewoon op een gezonde voeding willen letten, mm-hmm. dat het niet aan te raden is om bijvoorbeeld calcium te halen uit alleen maar calciumverrijkte vruchtensappen. Ja, dus daar sluit ik me volledig bij aan. Het kan wel zo zijn dat wanneer bijvoorbeeld mensen een zuivelmaat beperkt innemen, bepaalde diëten volgen, het wel een goede aanvulling kan zijn. Ja, dus dat is waarom ik het aanhaalde, zodat u wel weet dat het op de markt is. Oké. Okay. Er was ook een vraag over zout. En grappig, in het hele verhaal heb ik het woord zout niet gehoord en dacht ik, die haal ik er dan toch even uit. Als iemand die vraagt, ja, is zout nou eigenlijk schadelijk voor botten? Dat heb ik gelezen. En verschilt het dan ook nog per man en vrouw? En hoeveel zout mag je dan? Nou, de aanbevolen hoeveelheid voor zout ligt rond de 2400 milligram per dag.
Als Nederlander gaan we daar inderdaad vrij snel overheen. En het kan inderdaad zo zijn dat wanneer u heel veel zout tot u neemt, dit nadelig is voor de botdichtheid. Nu ligt daar niet een nadruk op. Dus als wij kijken naar wat is het allerbelangrijkste voor een gezonde botdichtheid, dan zijn de genoemde voedingsmiddelen iets meer op de voorgrond dan zout. Maar het is inderdaad zo dat wanneer u bijvoorbeeld die 2400 milligram zout echt ruim overschrijdt, dit nadelig kan zijn. Dus let daar eventueel op. Voeg niet al te veel zout toe. Kies niet voor te veel zoutrijke producten, want het is inderdaad wel in relatie tot. Oké. Verschillende keren zal jij als Ellen hebben genoemd, hè, neem niet te veel. Genoeg is genoeg, voldoende is goed. Wat is nou het risico, en dat werd op verschillende manieren gevraagd, als je te veel calcium of te veel vitamine D? Het zijn eigenlijk twee vragen in één, dat hoort niet. Maar laten we beginnen, wat is het risico als je te veel calcium neemt? Nou, als je te veel calcium neemt, wacht, ik pak dit er heel eventjes bij, want ik was helemaal voorbereid op deze vraag. Heel eventjes iets wegpakken. Omdat dit best een technisch verhaal is en iets meer bij het verhaal van Ellen hoort, heb ik het even opgezocht. Het verstoort de opname van andere mineralen, zoals ijzer, zink, magnesium, fosfor. En wanneer je dus een overschot aan calcium hebt, verstoort dit de andere processen in het lichaam. En zoals genoemd door Ellen, hebben fosfor, magnesium en andere mineralen ook een invloed op de botdichtheid. Het is gewoon zo dat het altijd goed is om tekorten te voorkomen, maar ook overschotten te voorkomen. In de praktijk zien wij als diëtist vaak dat mensen bijvoorbeeld medicatie krijgen van de arts, zelf een multivitamine nemen en alle vitamines kunnen ook nog losgeslikt worden. Dus vooral wanneer supplementen gecombineerd worden, allemaal de losse varianten met een multivitamine samen, kan dit gewoon wel nadelige effecten hebben. Is er ook een risico op aderverkalking? Was ook nog bij dat calcium gebeuren een vraag, als je te veel calcium eet? Uiteindelijk wel. Maar dan moet je echt wel ruime hoeveelheden nemen. Langdurig. Dan kan het een relatie hebben. Ja, okay. Ja, om de vraag kort door de bocht te beantwoorden. We zullen het in de uitgebreide beantwoording vast nog wat nader toelichten. En als je nou te veel vitamine, stelselmatig te veel vitamine D tot je neemt, wat is daar het risico van? Als je stelselmatig hoge vitamine D-doseringen hebt, kan dit wat kalkafzettingen geven. Kalkafzettingen, en als je het dan toch over aderverkalking hebt, en het kan ook weer nadelige effecten hebben op andere processen in het lichaam. Mm-hmm. Dus in die zin is dat niet handig. Oké. Okay. Hey, een hele andere soort vraag. Ik combineer toch maar weer een beetje twee vragen. Is er een moment van de dag waarop je het beste je vitamine D of je calciumvitamine D kan innemen? En moet je altijd vitamine D met calcium tegelijkertijd? Dus zou je dat ook op een ander moment van de dag kunnen doen? Ja, nee, omdat vitamine D in vet oplosbaar is, hoeft het niet tegelijkertijd. Het lichaam kan dit gewoon opslaan. Dus het is niet zo dat je bijvoorbeeld je zuivelinname moet combineren met een stuk vet of vis. Dat zou ook heel gek zijn. Dus het hoeft zeker niet tegelijk. Qua moment van de dag maakt het ook niet heel veel uit, als de totale dagdosering maar klopt. Oké. En dan gaan we ervan uit dat eigenlijk veel buiten zijn wel een van de beste manieren is om je vitamine D tot je te nemen. Ja, ja. Dan hoef je het niet in je mond te stoppen. Naast voedingsadvies is het goed om buiten te komen, maar in welke volgorde dat allemaal gecombineerd wordt, maakt niet uit. Maakt niet. Een hele ander soort vraag. Zit er in geitenzuivel net zoveel calcium als in koeienzuivel en bijvoorbeeld in de sojazuivels? Ja, dat mag ik misschien geen zuivel noemen. In de sojadranken. Ja, in plantaardige producten minder dan in de dierlijke producten. Specifiek geitenmelk zou ik moeten opzoeken. Dat antwoord ben ik heel even verschuldigd. Maar in de plantaardige producten die niet verrijkt zijn met calcium, zit minder calcium. Mm-hmm. Dus als je plantaardige producten neemt, neem dan bij voorkeur de producten verrijkt met calcium. En dan komt het overeen met een gewoon glasmelk. Oké, één laatste vraag, want ik zie dat de tijd dringt en ik zie Karin hard knikken. Maar ik doe mijn wrap-up dan heel kort. Dat wordt het dan, denk ik. Op een gegeven moment hadden we het over vitamine K. Er zijn veel vragen over zelf. Maar er werd één ding gezegd van, goh, het zit niet in tabletten, omdat als je bloedverdunner slikt, vitamine K een nadelige werking kan hebben.
Dus ik wil graag kijken of dat klopt. Klopt. Ja, bij mensen met bijvoorbeeld bloedstolling, stollingsmedicijnen, is het aan te raden om een stabiele vitamine K-inname te hebben. En dan is het inderdaad niet gunstig om daar heel veel wisselingen in te hebben. Dus het is inderdaad zo dat wanneer u vitamine K-supplementen wil gaan combineren met bijvoorbeeld bloedverdunners, bloedstollingsmedicijnen, het goed is om dit even met de verpleegkundige te overleggen, om het goed in de gaten te houden. Oké. Okay. Er zijn heel veel vragen geweest over verschillende soorten ziektes, darm, schild, klier. Maar volgens mij behandelen we die gewoon dadelijk op papier, zodat die mensen wel de vragen krijgen, maar is dat nu te complex om dat nu te beantwoorden? Karin, goed. Dan zijn we door de vragen heen. Moet ik gelijk door naar de wrap-up? Of, dat zou ik willen voorstellen. Dankjewel Miranda voor je verhaal en ook het beantwoorden van de vragen. En Hendrien gaat... Ik had bedacht dat ik in deze wrap-up niet ga herhalen wat al die verschillende dingen zijn. Maar wat bij mij echt bijgebleven is dat genoeg is genoeg of voldoende is goed. Volg de schijf van 5 en meten is weten. En dat in combinatie met wat Harry vertelde over je eigen regie nemen. Zorg dat je die eetmeter kijkt. Er was nog een vraag of dat een app is. Dat zullen we ook nog beantwoorden waar die te vinden is. Maar als je twijfelt over je vitamine D of over je calcium of over je vitamine K, overleg dan met de arts of je het kan laten meten via je bloedwaardes. Meten is weten en dan kan je ook je eigen regie volgen. Regie volgen kan ook door het advies te vragen bij de diëtist of bij de praktijkondersteuner of bij de gespecialiseerd verpleegkundige in het ziekenhuis. En wat mij ook verbaasde is dat er eigenlijk zoveel mogelijkheden zijn om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen, ook als je veganist bent of een bepaalde onderliggende ziekte hebt. Dat er toch wel heel veel, de natuur ons veel opties geeft om tot de goede voedingsmiddelen te komen. En blijf bij extra supplementen slikken, opletten dat je niet te veel neemt. Karin. Oké, dankjewel Hendrien. Ja, dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van dit webinar. Ik wil de deelnemers en natuurlijk ook de gastsprekers nogmaals bedanken. Zoals gezegd, vragen die niet beantwoord zijn, proberen we rond het einde van deze maand toch op papier te beantwoorden. Dus die komen naar jullie toe. Als je vragen of ideeën hebt voor volgende webinars, die kunnen naar het mailadres info@osteoporosevereniging.nl. En Hendrien wil nog iets zeggen, denk ik. Ja, toch goed. Ik dacht, ik doe nog één stiekem oproep. Wilt u meedoen met onze poll over wat vitamine D voor u betekent, of u het op recept krijgt? Ik stuur u graag een mail met de linkjes, zodat u dat kan invullen. Want het is voor ons echt belangrijk om uw mening en uw wensen daarin mee te nemen. Ik dacht, ik probeer het toch nog even. Prima, dankjewel Hendrien. Ja, de Osteoporose Vereniging neemt ook een stuk belangenbehartiging natuurlijk mee. En met name dit soort activiteiten zullen heel veel waarde toevoegen voor iedereen die binnen de doelgroep valt. Tot slot, die Osteoporose Vereniging is wel afhankelijk van leden en van donateurs. Dus die vereniging kan alle steun gebruiken om dit soort activiteiten, zoals de webinars en ook die activiteiten rond belangenbehartiging, te kunnen blijven doen. Dus als jullie nog geen lid zijn, nog geen donateur zijn, natuurlijk vrijwillig, maar denk eraan om dat eventueel te doen. En mijn collega Yvette zegt ook nu een link in de chat, zodat je de website die daarover gaat, de webpage, daar makkelijk van kan vinden.